Zo, avondje IJsselmeerwals, eindelijk zitten we aan het bier. Nou wil ik wel eens weten, Heinz, waarom was je zo pist op Sjaak Zwart? Toen hij zijn verhaaltje deed over de graafschap. Oh? Voor mij was je er niet zo blij mee. Wil je het daarover hebben? Nou ja, ik had het idee dat je dat niet zo leuk vond. Nou, je verrast me ermee. Oh, sorry. Nou, het is natuurlijk wel zo dat wij komen na het missen van de van het kampioenschap tegen de Graafschap bijeen met oudspelers op een golfdag in Amsterdam en gaan daar golven. En daar hoor ik Sjaak Zwart een verhaal vertellen en die is alleen maar aan het schelden. En later heb ik dat gehoord en gezien op de televisie dat hij op de stoel zat en onder de andere zei van ik hoop maar dat de Graafschap degradeert. Nou is het zo dat er in de voetballerij gepraat wordt over een voorbeeldfunctie. En als Mr. Ajax, een zwart, zich zo onsportief gedraagt, zal het sissen en joden aan het gas nooit uit het stadion verdwijnen. Want iedereen weet dat hij een Joodse achtergrond heeft. Dat moet je nooit doen. En op die manier heb je Ajax eigenlijk in discrediet gebracht? Ja, en vooral Heinz, als ik daar ook nog wat over mag zeggen. Het ergste is, er wordt vanuit Ajax niks tegen gezegd. Heel Ajax denkt van, die man die moet gewoon zijn mond houden. Maar dat durven ze op de een of andere manier niet. Ik heb wel eens een wedstrijdje gespeeld met tegen oud Ajax. En dan is het 90 minuten lang Sjaak aan het schelden. In het begin denk je, het is een geintje. Tegen de scheidsrechter maakt het voor alles uit wat maar. En dan speel je met oud Twente tegen oud Ajax. En dan gaat het over een buitenspelgevalletje wel of niet. Je denkt, je schaamt je eigenlijk in zijn geval. Maar ja, vooral dat geval over de Graafschap. Ja, Ajax had gewoon die wedstrijd moeten winnen. En dan gaat hij in de Graafschap, slaat er nergens op. Maar dan moet toch Van der Sar, die moet Sjaak Zwart toch op het matje roepen. Lijkt mij ook. Jij houdt je mond op vanaf nu. Helemaal, of niet? Ja, nou ja, maar Sjaak Zwart heeft dit natuurlijk altijd al gehad. Dat op het moment dat Sjaak Zwart ging stoppen met betaald voetbal bij Ajax, niet meer bij de selectie zat, heeft Sjaak Zwart gewoon nog 3 jaar lang meegetraind. En als wij dan 2 keer trainde Sjaak toch wel 1 keer. Daarna is hij gaan voetballen bij OVVO in een amateurafdeling. En daar is hij regelmatig het veld uitgestuurd door de scheidsrechter. Omdat hij iedere keer die scheidsrechter beledigt. En dat zijn er misschien mensen nog op een laag niveau die daar fluiten. Maar iedere keer had hij wat. Ik hoor jouw vader, Jan, die uitgenodigd wordt in de Champions League, vertellen hoe Sjaak Zwart reageert op die scheidsrechter die wedstrijd in de arena fluit. Nou, het is een verschrikking, is het. Maar weet je wat, wel eens zo'n één ding nou te zeggen. En één ding, het is de meest lieve man die ik eigenlijk ken. Maar op het moment dat dat balletje gaat rollen, en dat heb je heel veel van dat soort types. Dan komen ze in het veld, buiten het veld zijn ze hartstikke aardig, leuke mensen, lief en aardig. En dan is die wedstrijd, en dat is net alsof het soort psychopaten worden. Maar het is gewoon zo, Jurie en Heinz, wat Heinz ook zegt. Je hebt een voorbeeldfunctie. Als jij in de top komt, en ook al stop je, blijf je een voorbeeldfunctie houden. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Hoort iemand mij, iedereen? Ja, ja, ja. Ja, je hoort jezelf slecht. Je hoort jezelf slecht, daarom. Dus wij hebben de neiging om keihard te schreeuwen. Ja. Morgen heb ik geen stem meer. Ik moet morgen Frankrijk-Roemenië doen. Maar zoals Stankiel op nummer 10. Als je morgen hoort puffen, dan weten wij waar het er komt. Maar wat Heinz zegt, ook voorbeeldfunctie, dat hebben wij ook. Ik heb eens een keer gehad, want Heinz, je hebt het over Ajax. Ik heb 2 dochters. En mijn jongste dochter was altijd gek op Dani. Kennen jullie nog wel, die Dani, die playboy? Mijn jongste dochter was gek op Dani en die zei tegen pap, kun jij nu een shirt regelen van Dani? Ik zeg, lieve schat, ik kan dat niet vragen. Want als dat uitkomt dat ik een shirt krijg van Dani, dan ben ik Ajaxiet en hoef ik nooit meer naar Rotterdam te komen. Maar toen kwam ik op een gegeven moment, aan international scheidsrechter was ik, moest ik Portugees elftal fluiten. Ik denk bij mezelf, hé, hij staat in de basis. Dus ik denk bij mezelf, ik moet nu mijn kans even
even krijgen, zeg maar. Dus, nou, ik warming up. En ik zag Dani langsom en ik loop naar Dani. Ik zeg, Dani, hallo, leuk dat je in de baan bent. Oh, dag meneer Luijgen, leuk dat u fluit. Ik zeg, ik heb even een vraag. Ik zeg, na afloop van Interlands ruilen jullie altijd de shirts. Ik zeg, en ik heb een jongste dochter, Marloes. Ik zeg, die is helemaal gek van je, maar ik kan bij Ajax niet vragen. Ik zeg, mag ik jouw shirt na afloop? Meneer Luijgen, kom voor mekaar. Maar ja, er wordt wel meer dingen beloofd in voetbal helemaal, wat niet uitkomt. Dus ik had nog 30 seconden te spelen. Hij was ver weg. Ik langzamerhand die kant op natuurlijk, hè. Tuut, afluiten. Ik zeg, Dani, shirt. Ja, in de kleedkamer. Ik zeg, niks ervan, nu. Dus hij shirt. Gauw onder mijn scheidsrechter shirt. En mijn dochter is nu 34 jaar. Heeft de shirt nog steeds. Maar je kunt bij een club, je hebt een voorbeeldfunctie. Kun je niet maken, gewoon. Hebben ze om jouw shirt ook wel eens gevraagd, Jori? Ook mooi, Ja, ik vond het altijd een beetje. Ik snap dat je daarvoor geneert, want je wil niet. Eigenlijk is het wel mooi om van een. Maar wij hebben het een keer gehad met Schalke. Moesten wij tegen Arsenal spelen. En toen had Stevens, geloof ik, was toen coach. Die wou graag het shirt van Bergkamp hebben. En ja, wij wonnen de eerste wedstrijd thuis en uit. Ja, toen het ging heel goed, maar die Henry die kreeg het 3 keer op de heupen en Bergkamp ook, die scoorde ook een keer. Wij gingen er net uit. Het eerste wat de trainer deed, was het veld in naar Bergkamp, mag ik jouw shirtje? Mijn broek zakte van mijn reet al, echt waar. Ik heb nooit om een shirtje gevraagd, omdat je tegen een grote, ja of het moet Maradona zijn of Cruijff of wat dan ook, maar je gaat dan niet naar Lineker. Om zijn shirtje te vragen. Nee, en waar je dochter, dat snap ik wel, tuurlijk. Maar je dochter doet alles. Ik had toen nog geen dochters. Nog één, hè. En daar overkomt je dan. Steeds trouwens nog niet. Overkomt je gewoon eens een keer. Het was bij Lazio Roma vloot een keer. Maar ik heb zowel AS Roma als Lazio Roma gefloot. AS Roma is gewoon van het normale publiek. En Lazio is een beetje van de klasse. Maar bij Lazio Roma speelde Casaraghi. En in de tweede helft, toen had je voor Swalbe nog geen gele kaart is allemaal, liet hij zich op een gegeven moment Swalbe in het strafschopgebied vallen. Nou, ik op mijn Drems, Gronings, Engels, ik heb hem helemaal verrot geschopt dat hij niet weer moest doen. Oh, I'm sorry, Mr. Referee. En toen zei ik uit gekheid, give me your shirt after the game, please. En op een gegeven moment afloop, wat er aan de deur geklopt. Nee, Sinterklaas kwam niet binnen. Maar die Casaraghi en die gaf me het shirt. Ik zei, thank you very much. Ja. Zo kun je ook zo per ongeluk iets overkomen. Ja, nou had ik ook een shirt aan. Dat was dan die gele shirt. Nou, die gele shirt heb ik ook. Ja. Nog, voordat jij begint. Hij had het over die gele shirt met Gert Bals en allemaal. Wij hebben ook allemaal groen, geel, zwart is allemaal. Dus ik ook in betaald voetbal, geel shirt aan. Nou, ik zit op mijn werk op een gegeven moment. Komen er 3 vrouwen op mij af, onafhankelijk. Hij zegt, Roelof, moest geluisteren, ik moet van mijn man verplicht Studio Sport kijken. Jij draagt gele shirts en jij met je grijze haar, dat lijkt flats. Nou, wij zijn ook ijdel. En ik ben, ja, ik luister wel naar vrouwen soms. Ik heb nooit een geel shirt meer aangedaan. Altijd groen, zwart, maar nooit geen geel. Want daar staat in mij niet, zeggen de vrouw. Dus dat doe je er ook niet meer, hè? Over dat geel gesproken. Nou, heb ik natuurlijk altijd dat gele shirt aan gehad. Maar ik raalde nooit een shirt. Dat shirt was mijn heilig. Ja, dus, dat is bijgeloof, is dat. Bijgeloof, want ja. Ik was zo goed in dat shirtje, hoor. Iedereen was bang voor me. Ja. Dat was mijn heilig. Maar ik heb wel met spelers heb ik shirtjes geruild. Wat ik me nog heel goed kan herinneren met spelers van Celtic. Dat is zo'n Schots shirt met groen en wit zo. Zo'n zebrapad, weet je wel. En een shirtje van Real Madrid, dat witte shirtje, ja. Dat was prachtig. Met dat Gento en zo, zeg ik. Dat heb ik gedragen totdat de scheuren erin zaten, hè. Ja. Ja, onder mijn trainingsgoed dan. Hè. Want dat maar had jij nog niets, ik heb ook veel met Pieter Schraafland gesproken. Die had altijd, die hield niet van harde ballen, had hij zo'n soort dingetje waar je bij de bal mee zachter. En dan ging de bal achter en dan pakte hij hem en dan ging hij stiekem. Gingen die bal zachter maken? Dat vertelde die Pieter Schaar. Had jij niet zoiets? Nee, dat heb ik niet gehad. Had je niet nodig? Ik was zelf al een halve zachte. Maar wat ik wel had, dat was
in bepaalde situaties dat bijgeloven in het voetbal. Hè? Wim Schuurmeer had bijvoorbeeld een onderbroek van zijn vrouw had hij aangetrokken. Ja. Die heb je niet meer uitgedaan, maar ook niet gewassen. Die heb je wel een heel seizoen lang gedragen. Nou, lijkt me smerig natuurlijk. Maar dat was het bijgeloof. En die hield je aan. Maar ik denk dat elke sporter wel bijgeloof heeft. Ik zat in de kleedkamer bij elke club. Zat ik op dezelfde plaats in de kleedkamer. Als een assistent eerder was en die had de tas daar gezet. Weg die tas. Ja. Ik zit daar op dezelfde plek bij alle clubs. Zit ik op dezelfde plek in de kleedkamer. Dat was een soort bijgeloof. Kennen jullie spelers die inderdaad dat soort extreme of rare vormen van bijgeloof hadden? Nou, we zien dat tegenwoordig natuurlijk heel veel. Hè? Dat ze het gras aanraken en een kruisje maken. Hè? En dan zo naar de hemel wijzen. Ja, maar als derde oplopen of altijd dat achter de keeper aan het veld op. Dat soort. Nou ja, het bijgeloof was dat Johan Cruijff die tikte op haar borst. Ja, die tikte ze ook die borst. Hè? Ja. Ja, vragen is ook goed. Oh, Jezus, ja. Wij hadden dat, het gevoel was verschrikkelijk natuurlijk. Alleen, de meeste mensen weten hoe dat is gegaan, maar wij dachten met Schalke dat we 3 minuten lang kampioen waren. Maar niet alleen als elftal, maar 70.000 man in het stadion ook. Die waren het hele veld was volgestroomd. En uiteindelijk scoorde Bayern München in de 93ste minuut een doelpunt. De heer Merk, jou ook wel bekend, maar ik zei altijd Marcus tegen hem. Dus zei hij, Herr Müller, Freistoß, Bayern München. Ik zeg, Marcus, ik zeg, dat zie je fout. Dus ik noemde hem altijd bij zijn voornaam, begreep hij niks van. Maar in ieder geval, voor het eerst dat die terugspeelbal, als die keeper hem dan oppakte, werd het een vrije schop. Er gaan twee mensen in een sliding vlak voor de 16 meter naar een bal. Die bal die komt bij Matthias Schober, keeper van HSV. Die notabene door Schalke 04 uitgeleend was aan HSV. Pakt die bal op. Merk fluit in de 93ste minuut voor een vrije trap voor Bayern München. Anders schiet die bal erin. Wij geen kampioen. We dachten al dat we kampioen waren. Maar uiteindelijk was het zo dat wij die wedstrijd ervoor verloren. Toen werd het op een akkoordje gegooid met Stuttgart. 0-0 houden, puntje. Dan hoeven wij de laatste wedstrijd tegen Unterhaching alleen maar te winnen. Uiteindelijk moest Stuttgart de laatste minuten van die wedstrijd toch winnen. Omdat op een ander veld Frankfurt een doelpunt had gemaakt. Waardoor Stuttgart weer een doelpunt moest maken om niet te degraderen. Vrije trap, ballenkop, schiet een bal erin. Ja, en zo verlies je dan zo'n kampioenschap. Niet op die laatste dag, niet in die 3 minuten. Maar omdat je het voor die tijd verkeerd hebt gedaan. En zo gaat het heel vaak in de voetbalsport. Zoals Assauer altijd zei, es gibt ein Fußballgott. Ja. Maar na die 3 minuten zei hij van, es gibt kein Fußballgott. Van de Gijp en Gascoigne. Gascoigne is alcoholist en Van de Gijp is een beetje vreemd. Liefhebber van paaldanseressen en striptische gebeuren. Nou ja, ik kan heel simpel zijn. Ik vind dat Van de Gijp het te weinig heeft gebakken voor zijn carrière. Want hij kon verschrikkelijk goed voetballen. Maar hij heeft nooit wat gedaan. Hij heeft een boek laten schrijven. Waardoor hij boven Jan kwam en weer in een post kon gaan rijden. En voor de rest, ja, ik kijk wel naar hem in Voetbal Inside. Maar het wordt van kwaaier tot erger. Dat het programma me steeds minder gaat interesseren. En ook met die Johan Derksen die erin zit. Hij kat maar iedereen af. He, en hij heeft overal commentaar op. En Johan Derksen, die was een journalist die alleen Johan Cruijff mocht interviewen toen hij naar Barcelona ging. Was hij de enige journalist die hem interviewde. Die heeft erbij gezeten toen Baselewits, de huisvriend van Johan Cruijff, 10 miljoen van hem heeft vervreemd en gestolen, zeg maar zo. Daar was hij ook bij. En dat is nooit te sprake gekomen. Daarom vind ik een beetje vreemd. Roelof, doellijntechnologie of andere vernieuwingen in het voetbal, is dat belangrijk? Ben je daarvoor? Of is het, al jaren natuurlijk dat we graag videoarbitrage willen hebben. Hè, want allerlei sporten die hebben dat allemaal ingevoerd. Alleen het is ontzettend moeilijk natuurlijk. Want ik heb het zelf een keer meegemaakt en ik had al verwacht dat die vraag zou komen.
Want ik heb eens een keer bij wedstrijd AZ-Ajax. Toen hadden we nog doellijntechnologie van IJzerrinners. Weet jullie dat nog? Ja. IJzerrinners. Ik floot AZ-Ajax na competitie. Er komt een goal, wel of niet. S'avonds, de goal zat er niet in. Grote commotie, blunder, lange, et cetera. Maandag de krant vol. En op een gegeven moment word ik gebeld door een fotograaf. Hij zei, meneer Lange, hij zegt, moest goed luisteren, ik lees de kranten en ik heb gisteravond gehoord. Hij zegt, maar ik zat loodrecht op de doellijn en ik heb een foto gemaakt. Mag ik u toesturen? Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Nou, hij was er duidelijk overheen. Ik zeg, mag ik hem ook doorgeven aan een journalist? Hij zegt, dat mag u één keer doen, want misschien zit er een handel voor mij in. Dat ze misschien die foto nog verder willen hebben. Dus ik kreeg die foto. En dat was deze, Juri. Zit die bal erin of niet? Nee. Wat zei je? Die zit er niet in. Zit er niet in. Nou, hij moet naar Specsavers morgen. Hebben we nou goede ogen hier of niet? Die camera die staat achter de lijn, Roelof. Ja, zit die erin? Nou, loodrecht op de doellijn. Zeggen. Zit die erin dat of niet? Denk je wel, ja. Maar dat kun je zo niet zeggen. Deze second opinion? Nee. De camera staat achter de doellijn, dus ja, je ziet de eerste op die eerste paal. Jori, jij moet bril hebben, jongen. Nee, je hebt al last van hoorkoorts. Nee. Nou, jij moet een bril en een gehoorapparaat. Hij zit deze erin of niet? Ja. Ja, die zit erin. Dus ik kreeg deze foto. Nee. Hier, alsjeblieft, Jori. Nee, jij vraagt mij iets en dan geef ik ook antwoord. Ja, dat mag, maar hij zit er duidelijk in. Kijk. Maar luister, ik ga mijn verhaal eerst helemaal afmaken, dat mag jij. Ja, ja, je hebt wel meer. Dus op een gegeven moment krijg ik die foto en ik denk, verdorie, hij zit er duidelijk in. Wie moet ik nou bellen, hè? Johan en zo dacht Berks. Ik bij mezelf, Barbara Barend, die was dus verslaggeefster in plaats van Wilfred toen in die tijd. Dus ik ga bellen, ik zeg, Barbara, ik heb een foto, ik heb alle shit over me heen gekregen. Ik heb een foto, die bal zat er duidelijk in. Hij zegt, wil je hem naartoe sturen, gaan we in de redactievergadering, gaan we overleggen of die s'avonds behandeld wordt. Nou, ik had hem weggestuurd, om nog geen half uur later. Roelof, heb je die foto al verder verspreid? Nee, vanavond gaan we daarover hebben en je zult schrikken. Dus ik denk bij mezelf, oh, ga ik nog meer ellende over me heen? Dus die uitzending komt en wat is het geval? Die IJzerrinners is manipuleerbaar. Er zit gewoon iemand in die studio die op die stopknop drukt. Dus en Jack van Gelder heeft er ook toen later toegegeven. Hij zegt dat is manipuleerbaar. En vanaf dat moment is het nooit meer gebruikt. Is het in het archief gekomen, nooit meer gebruikt. Maar ik wil er even mee zeggen met videoarbitrage. Het moet wel eerlijk en goed gaan. Want laat me eerlijk zeggen, op televisie, je wordt soms vernacheld. Ik heb bij kopspijkers... Ja, mogen bij wij kopspijkers, ook wat zeggen nog, verdorie? Het voetballen, daar zie je dan per wedstrijd ongeveer een keer of 40, 50 situaties waar het zijn eigen regels niet opvolgt. En dat is eigenlijk lachwekkend te noemen. De Champions League finale, penalty die gegeven wordt, is geen penalty. Glattenburg die staat met zijn neus overal bovenop met die Pepe, dat verschrikkelijke gedrag van die Ramos. Geen gele kaarten, zelfs rode kaarten. Die Ramos maakt een overtreding om het middenveld weg te sturen. Goal is gewoon een buitenspelgoal. En dat gaat om miljarden. Het is te lachwekkend voor woorden. En dan, zal er een keertje een andere sporter die denken van die voetballers daar. Kijk, kijk je wel eens naar dat wrestling? Op Amerikaanse... Ja, Amerikaanse worsteling. Ja, dus dat weten ze ook van tevoren. Ja. Dat niet... het hele land kijkt daarnaar. Maar dat is show. Dat is een al show. Ja, maar ze vinden het ook echt nog spannend. Die gaat er winnen. Ja, maar dat is al van tevoren al onduidelijk. Maar zo is het voetbal tegenwoordig ook. Jullie in het zwart worden gestuurd door de... Nou, het wordt allemaal opgenomen, hè, dit. Maar het wordt niet uitgezonden, hè. Wordt niet uitgezonden. Het rode lampje is echt bullshit. Dus Jury wil zeggen dat we gemanipuleerd worden. Dat is een uitspraak waar nergens op slaat. Daar heb ik vanavond al wel een paar lichte verhaaltjes van gehoord. Nee. Ja, kleine, buiten dat hotelachtige anekdotes. Nee, flauwekul. Roelof, dat is de analyse. Die lamp heeft de hele avond gedraaid, Roelof. Ja, klopt. Jij gaat problemen krijgen. Nee, jij krijgt problemen met dat jij de Duitsers zo noemt. Ja, ja, ja.
Wij weten ik niet. Wie de volgende jaar kampioen is. Nee. Ik heb hier een schema meegenomen, mensen. Weet je wel. Want kijk, ik kom beslagen te eisen. Nou, ik zeg op een gegeven moment, een kanshebber is Duitsland, Frankrijk en een outsider. En dat is? Engeland. Engeland. Je kunt nog meedoen, de pools moeten er nog worden ingevuld bij de meeste bedrijven. Joepie, je hebt er echt verstand van? Nou, nee, Heinz ook. Nee, ik denk ook natuurlijk Frankrijk als thuisland. Maar je moet wel kijken, Frankrijk heeft een ploeg. Daar is heel veel gedonder de afgelopen tijd geweest. Ze hebben allemaal jongens erin lopen die nog niet echt grote toernooien, succes hebben gehad op grote toernooien. Tegenstelling tot Spanje en Duitsland. Matuidi, Pogba is eigenlijk voor het eerst dat ze echt meedoen. Payet, Griezmann, vooral achterin. Nou, behalve Sanja en Evra zijn wel gepokt en gemazeld. Duitsland moet Mertensacker vooral Laam missen. Die hebben voor het eerst dat ze die er niet, dat vooral Laam is wel, denk ik, een type in die ploeg die heel belangrijk is. Jammer dat Royce niet meegaat. Duitsland kon ook wel eens wat problemen krijgen. Maar ik denk wel dat je het in die, dat je met Spanje erbij. Maar ja, Spanje verliest van Georgië. Ja, dat is voorbereiding. Ja, Kroatië, dat zou ik zeggen. Kovacic. Heel sterk middenveld. Modric en heel sterk middenveld. Welke? Wie? Goed, drie stuks geloof ik. Ja. Modric, Rakitic, Kovacic. Ja. Goeie spelers. Kroatië is de outsider. Ik heb nog een vraag in de zaal. De laatste vraag. De laatste vraag komt uit de zaal, jongens. Dat moet, heb je ook je hand op willen? Als dat mag van de heer Luijn. Oh. Moeten we door met Danny Blind? Nou, nu wordt er echt nieuws gemaakt vanavond. Ik denk nu wel. Ik vond de afgelopen 2-3 wedstrijden vond ik eigenlijk wel. Nou, de laatste 2 wedstrijden waren gewoon, denk ik, goed. En ik denk dat hij goed moet nadenken over hoe je met het Nederlands elftal verder moet. Kijk, het is natuurlijk niet goed dat op een gegeven moment er misschien een speler, of dat spelers bij zitten die niet helemaal met hun hele hebben en houden die wedstrijd spelen en erbij zijn. Je hebt spelers die misschien niet willen invallen. Je hebt spelers die zich bepalen, misschien privileges zich, wat dan ook. Maar je hebt wel gezien dat met deze groep, jongens, en dan is het misschien in kwaliteit allemaal wat minder. Dat het zijn wel allemaal jongens die echt volle bak gaan. En dat heb je nodig. Misschien moet je wel. Kijk, er was al afscheid genomen van Persie. Nu had je dan Sneijder en Huntelaar was er dan niet bij. Robben was er niet bij. Ja, dat wordt lastig, denk ik. Om van Robben moet je altijd er wel bij nemen. En ik denk Sneijder misschien ook wel. Maar je moet wel heel erg goed daarover nadenken. Ik denk dat ze dat wel doen. En zeker met advocaten bij. Is er toch wat meer leven in de brouwerij gekomen. Lijkt het erop. Dus ja, ik vond wel dat er eindelijk, dat je nu voor het eerst zag, sinds Blind aan het roer is, dat er ontwikkeling in dat elftal zit. Tijdens de EK-kwalificatie, ik heb het vaak gezegd op tv, ik heb de wedstrijd gezien in Letland, in Turkije. Even kijken, wat hadden ze nog meer? Tsjechië hadden ze al gespeeld. IJsland. Zat totaal geen, zeker op verdedigend gebied, geen ontwikkeling in. Het was loszand. En dat zie je nu wel. En dat heeft misschien een beetje advocaat zijn hand. Dus ik zeg, hou het nou maar zo even bij elkaar dan. En dan, want anders moet je weer gaan wisselen, is ook niet goed. Moeten we? Bert van Oostveen. Nou, dat is, ik heb net beantwoord, dus nu is het misschien. Bert van Oostveen heeft daar geen invloed op. Bert van Oostveen heeft daar geen invloed op. Kijk, en wat betreft Danny Blind als trainer zijnde, nou ja, ze noemden hem een scholletje. Misschien is hij op een moment niet zo'n goede trainer, omdat hij nog in het beginstadium zit. Maar nu hebben ze Dick Advocaat erbij gezet, die toch wel een beetje de pionnen uitzet die er moeten zijn. Maar kijk, een ander verhaal is, Jeroen Gruter, de verslaggever, zegt, Jong Oranje wint van Polen. En die gaan naar het EK. Jong Oranje wint van Oostenrijk. En die gaan naar het EK. Het elftal is tot 23 jaar gemiddeld
op een niveau nu dat ze deze tegenstanders al van de mat kunnen spelen. Nou, dat is fantastisch en dat is hoopvol voor het Nederlandse voetbal. Ja. Ja. Ik vind een uitspraak van hoop wel mooi. Ja, ik zijn laatste vraag. Ja, hij moet wel heel goed zijn, Ferry. Durf je het dan? Hij durft het al, dit is de laatste. Het hele model dat iedereen moet gaan doorstromen van hoog naar laag. Is dat een haalbare kaart? Ja, kijk, dat is ook. Dat, dan, wat je, dat was ook denk ik het achterliggen. Ja, precies. En dan moet je. In andere landen is daar die traditie wat anders, denk ik. En hier is het toch, je hebt hier. Stel je voor, FC Twente wordt zo gestraft dat ze de licentie worden afgenomen. Dan moeten ze in de topklasse, komen ze dan terecht. Zien jullie het zitten dat hier, bij wijze van spreken, 5000 Twente supporters... Ja. Jullie wel hier, laat maar komen. Op Urk denk ik ook nog wel. Maar, nee, maar dat wordt een beetje dat verschil. Kijk, in Duitsland heb je, die hebben ze in de, zeg maar, de top amateur ploegen, hebben daar gewoon stadions. Daar, weet je, en hier is het regionaal liga, maar zelfs Oberliga, als je naar Rood-Wijs Essen gaat, er staat gewoon een groot stadion. Dat is in Engeland ook. Je hebt hier echt die amateur traditie. En dat is misschien wel mooi om dat apart te houden, maar ze willen denk ik internationaal af. Want ze worden een beetje aangekeken, zo van jullie zijn het lachertje van het voetbal. Omdat jullie een competitie hebben waar je niet kan degraderen. Wees er toch trots op. Amerika, NBA, honkbal, doe niet anders. Dan kan nooit iemand degraderen. Ja, daar vinden ze het weer gek dat je hier gelijke spelen hebt. En zo is er altijd wel wat. En ja, het is wel mooi hoor. Kijk, je ziet met Achilles uit Groesbeek. Die, wat is het, Achilles 29? Ja. Nou ja, dat is wel mooi. Zo'n amateurclub dan die ambitie heeft. Maar dat kon toch vroeger ook. RKC heeft dat gehad. RBC heeft dat gehad. Nou ja, goed. Dus, Dat was de laatste vraag. Dan neem ik het nu even over. Want ik wou even een maildeling doen met welnemen van Roelof Luijgen. Ja? En wat Roelof is, het is de Roelof Show, dus... En ik wou even wat voorlezen. Luistert u allemaal even mee. Als supporter van IJsselmeervogels begin je elke thuiswedstrijd met de verwachting dat er na afloop in de derde helft een feestje kan worden gevierd. Maar in het afgelopen seizoen moesten we op de tribune goed zoeken naar een aanleiding voor een rondje bier in de derde helft. Gelukkig hebben we de ping van de stadionspeaker. Op de staantribune gingen de hoofden dan naar rechts, voor jullie naar links. En op de zittenbrune naar links, vlieg naar rechts. Als na de ping op het scorebord het nieuws verscheen dat de tegenstander van ons blauwe zusje had gescoord, de tegenstander, ging een gejuich op aan de rode kant van de Westmaat. Ondanks ons eigen verlies. Zo erg is het dus gesteld hier, maar goed. Het belletje gaf dan toch nog een reden om de bierkraan in de derde helft voluit te laten lopen. Vanaf dit seizoen wordt de presentator van deze voetbaltalkshow onze eigen Pierre. De stadionspeaker van IJsselmeervogels. Een hele eer. Pierre van der Gijp mag de ping bedienen die ons in het afgelopen seizoen zo vaak moest troosten. Ik zal het met verve doen, Jori. Dankjewel. Wat zeg je? Hij was van Ben Schaafsma. Wat een tekstje. Ja. Oh, ik dacht dat zelf... Dat ik hem over mezelf had geschreven. Oh ja, dat stond boven. Ben Schaafsma heeft ook een stukje geschreven op je. Goeie tekstschrijver die Ben. Waar is die? We hebben nog vis. Natuurlijk hebben we vis. De beste vis die er is. Dankjewel Hein Stuy, Jori Mulder en Roelof Luijgen. We gaan de Roelof Show nog even afmaken, want hij gaat de trekking doen van de loterij. Hij kan alles.
En hij heeft zelf loodjes, dus je moet het in de gaten houden, Arie. Doe maar 62 of 63. Ik? Ja, maar ik heb ook loodjes. Nou ja, kom maar uitschelen. Heel snel. Ja, ja, rustig. Hoeveel dingen moeten we eruit halen? Een Ajax-tas. ...417 wint een Ajax-tas. 417, daar is hij. Roelof heeft het liefst dat er een vrouw wint trouwens. Kunnen jullie dat regelen zo? 417, ja, komt u maar. Welk nummer? Let op dus. Laptop van Ajax. 921, dan mag je Esmeralda zoenen. Laptop-tas van Ajax. Is gevallen op 378. Ja, oh, komt er maar. Bij de beker niet eten is dit. 378, zo zijn. Ja, die komt eraan. Dat was een laptoptas, toch? 378. Dat is eten bij de beker. Alsjeblieft. 2 uur gratis tennis. 2 uur gratis tennissen? Ja. Oh. Dus voor jou, Harry? Met fysiotherapie achteraf. 145. 145. Ja, een jonge man. En een hockeyclinic. Ja. Met het damesteam van Bussum. Een geheim bord van Ajax, van Zijnstooi. Sorry, een bord? Van Ajax, van Zijnstooi. Van Ajax? 39. 39, dat is een 3 en een 9. Wacht even hoor. Ik heb ook nog bonnen als er niemand is. Even kijken hoor. 27. Ja. Ja, maar zover loopt hij niet. Zoveel bonnen heb je niet. Donders. Ja, 39. Wat rempel. Ja. Daar gaan we weer. 302. Ajax staat weer aan. Naar Panathinaikos. 302. Ajax is Ajax. Frank, er zitten ook sprouwtjes in. Alle Ajax dingen zijn geregeld door Hein Stuy. Daar gaan we weer. De voorzitter van IJsselmeervogels is blij. Grote prijzen. Met inhoud van 150 euro waarde. 457. Ja, komt u maar. De hebben jullie. 457. Lukt het? Kun je zo vertellen? Komt u maar. Nog zo'n prijs. 450 euro was het. 120 euro is niet waard. 474. Nog een keer. Nog één. Een fitbox voor Utrecht voor 2 personen. Behalve alle wedstrijden, behalve tegen Ajax. Want dat is een hele risicovolle wedstrijd altijd. Daar gaat hij hoor. Ja. 165. Dat was het. Bedankt allemaal. Wel thuis en heel veel succes bij hier bij de Rooier. Welterusten.